Welkom in dit filmpje dat laat zien hoe je pre-flight informatie mee kan wegschrijven in een PDF door gebruik te maken van de ingebouwde pre-flight functie in Adobe Acrobat 9. Belangrijker om hierbij te vermelden is dat hetgeen ik u dadelijk laat zien, dus het mee wegschrijven van die pre-flight informatie enkel mogelijk is via Adobe Acrobat 9 Professional, maar dus niet via Adobe Acrobat 8. Om de pre-flight informatie mee weg te schrijven moet je hem uiteraard eerst controleren of pre-flighten. Dat laten we zien in deel 2 van onze filmpjes. Een keer dat dat gebeurd is, dan krijg je bijvoorbeeld zo'n overzicht dat er geen problemen meer zijn in de PDF. Om vervolgens die pre-flight informatie mee weg te schrijven, klik je dus hieronder een nieuwe knop die toegevoegd is in Adobe Acrobat 9, Embed Audit Trail. Als je daarop klikt, dan gaat hij dus ook waarschuwen dat hij de Surfire PDF workflow gaat opstarten. Je moet hem dan bewaren onder een nieuwe naam, bijvoorbeeld Surfire.pdf erachter. En voilà. Dus de pre-flight informatie is nu mee weggeschreven in de PDF. In de eerste instantie zie je misschien niets aan de PDF, maar als je hier op dat linker icoontje gaat klikken, dan zie je dat daar dus nu een nieuw deel aan toegevoegd is, Pre-Flight Audit Trail. Dat zegt dat dit document gecontroleerd is met het SheetFit Offset CMYK profiel, dat het resultaat oké was en dat die nadien ook niet meer gewijzigd is geweest. Eventueel kan je ook nog eens dubbel checken of het profiel overeenkomt met het profiel in de Adobe Acrobat database. Dat klopt dus. En nu is die pre-flight informatie dus effectief mee weggeschreven. Om te bewijzen dat dat effectief zo is, zal ik hem even sluiten en opnieuw open doen. Klik ik terug op dit icoontje, dan zie je dat die informatie dus nog altijd mee in die PDF zit. Dit is natuurlijk een uitermate leuke tool en toegevoegde waarde in de communicatie met bijvoorbeeld de drukker of diegene aan wie u de PDF's moet aanleveren. Het is een soort van stempel die je meegeeft aan de PDF en is zowel u als de drukkerij de zekerheid geeft dat die PDF voldoet aan de specificaties. Bedankt voor het kijken en misschien tot binnenkort.